Johan kocht hier zijn eerste voetbalschoenen. En dat is gewoon uniek. En ik heb vanaf mijn 17e, 18e gekend heb. Ik kocht hier vroeger voetbalschoenen hier bij zijn broer. En zodoende ben ik ook hier binnengewandeld. Mijn eerste job. En dat was gewoon, dat is gewoon uniek. Wat zijn broer zakelijk was, was Johan weer sportief. Fijn mens. Normaal. Zoals iedereen normaal moet zijn. Maar gewoon heel normaal. Een voorbeeld voor iedereen. Voor alle sporters. Johan kwam hier. Hier met zijn zoon ook. Jordi speelde bij. Even kijken wat de club ook weer. Alaves. Die speelde de finale tegen Liverpool. En dan kocht hij voetbalschoenen hier ook. Gewoon 4 paar voetbalschoenen gekocht. En toen wilde Johan betalen. Dus zeg ik. Dan haalde Johan er wat geld uit zijn zak. Maar hij had nooit een pinpasje wat dan ook. Vertel die van. Toen zei ik, Johan, dat hoeft niet, het is wel goed zo. Hij zegt, ja, maar nee. Ik zeg, nee, Johan, het is goed zo, het is mooi. Je hebt wel een mooie reclame voor ons. En toen zei hij, wat ik wel graag zou willen is het voetbalshirt, het finale shirt. Zeg, Johan, zei hij tegen Jordi. Jordi, heb je gehoord? Ja, pa, ik heb het gehoord. Komt in orde. Ja. Nou, 2-3 weken later, na de finale, stuurde het shirtje op, getekend en al. Dus een uniek persoon. Ja, ik kan zeggen, de Rembrandt onder de voetballer, hè? Ja, de sporter.